Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Donnie Games. Maar is niet zo. Oké, boeien. Ik ga vandaag gewoon hier zo ga ik springen, dat zien jullie niet. Hier zo heb je dan zo in mijn vaders bed en dan ga ik hier zo een kop rollen doen, salto's en ik wil wat allemaal. Maar deze video gaat denk ik een klein beetje op deze video kijken. Hij is wel heel kort, maar hij is best wel grappig, vind ik. Oké, mensen, ik bedoel niet kijken, maar liken. Dus hij gaat een beetje op die ene video liken. Die jullie net hebben gezien. Hij is wel maar 6 seconden. Maar ja, laten we maar beginnen. Doei, tot zo. Oké, misschien gaan we niet op ons gewoon pijn krijgen, maar zoals die ene video die jullie net hebben gezien. Laten we maar snel beginnen. Trouwens, ik heb Stony. Oké, ik ga 5 seconden rennen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, eigenlijk was het vet. Heb ik al een keer eerder gedaan. Maar ja, ik doe het gewoon nog een keer. Toen ging ik, weet je nou? Pardon, toen we hem opzetten en toen bij die hele harde beat, toen ging ik zo'n salto doen. Of het lijkt misschien niet op een salto, maar ik dacht dat het een salto was. Dus misschien was het ook een salto, maar ik kan geen salto op de grond. Dat vind ik wel een beetje jammer. En ik ga nu proberen een achteruit salto, maar dan kan ik nog niet op een trampoline, maar laat ik het maar gewoon doen. Misschien val ik super hard in mijn hoofd tegen het. Is ook best wel hard. Misschien iets achter dan deze vloer. Oké, mensen, we gaan de volgende doen. Dit wordt denk ik. Ja, nu ga ik de achteruitzalto doen. Op dit best wel harde bed. En ja, ik denk dat we fout gaan, maar misschien kan ik wel even opzoeken op mijn telefoon hoe een achteruitzalto moet. Dus ik ga even kijken. Misschien, ik ga het eerst gewoon proberen, oké? Oh, dat is echt helemaal slecht. Ja, dat is slecht. Ik weet niet zeker hoe het eruit zag. Ik ga even dat stukje even. Als die up is geloot, opnieuw kijken. Of nu kan het ook gewoon. Want ik film namelijk met een telefoon. En trouwens, ik weet hoe het moet. Dus misschien deed ik zo. Toen die sprong. Toen. Dat doe ik heel vaak. Bij tennis sla ik ook gewoon zo. Oké, niet zo. Maar gewoon zo. Maar ik doe ook opnieuw. Maar doe ik gewoon zo. Als ik zo'n bal bij tennis haal. Oké, ik weet niet waarom ik nu voor tennis ga vragen, maar dat boeit mij helemaal niet. Dan doe ik altijd zo. Als ik zo'n bal nog niet haal. Oké, maar ik weet nu niet. Misschien kan ik een. Oké, ik ging opzoeken hoe je zo'n salto kan maken. Op mijn jelly. Bijna. Ja, 6:30 volgens mij. Kan zo heel goed klokken, maar ja, boeien. Geen test voor Clans. YouTube, yay! Ik kijk zo vaak YouTube op de iPad. Eén telefoon deed het niet. Die hadden we dus weggegooid. En daar moest ik echt 3 miljard minuten voor wachten. En ja, dat zou ik gewoon nooit doen. En wat de. Ik zit normaal nooit op mijn telefoon en ik kijk echt helemaal nooit. Ik heb volgens mij nog nooit op mijn leven YouTube
gekeken op mijn telefoon. En dan zie ik dit. Oh, een Peppa Pig! Ja! Ah! Oké, vreemd. Ik kijk dat echt niet, ik zweer het je. P-O-I. Oké, dus ik hoef niet te filmen, dus ja. Oké, mensen, ik moet eten, dus ik zie jullie zo meteen meer over. Maar ik zag allemaal achteruitzalto dingen op trampoline. Maar volgens mij was het mij nog best wel goed gelukt met achteruitzalto. Maar ik zie jullie zo meteen weer, dus tot wel. En trouwens, ik en mijn moeder gaan nu de hele video bekijken en dat wordt dus heel leuk. Bean, hele kleine powerbank, leuke. Oké, maar ik ga nu met mijn moeder dit filmpje bekijken. Kijken of die wel op YouTube gaat. Oké, we zitten nu aan tafel lekker te eten. Nam, nam, nam. Lekker aardappelen. Mijn moeder maakt altijd fondage. Dat vind ik echt mooi. Met saus erin. En dan daar omheen aardappel. Oké, mam. Wat doe ik goed op YouTube? Weet jij? Ik vind dat jij een hele leuke shots maakt tussendoor. Dus je zet dan, dan knip je een stukje, of dan zet je mij even op pauze. En dan film je een ander stukje, bijvoorbeeld de powerbank die op de grond lag. Dat vond ik wel goed. Want dan zien mensen zien dan weer even iets anders en dat maakt het extra interessant. Behalve het bed dan. Ja? Behalve het bed. Ja. En je vertelt er leuke verhaaltjes bij. Maakt het ook wel interessant voor mensen om te zien. Je praat niet te snel. Je praat heel duidelijk. Dat is ook belangrijk. Ja, valt mee. Ja, praat je een beetje te snel? Nou, ik zeg soms de verkeerde letters zoals ik net zei. Ja. Maar dat is niet zo erg, toch? Wat heb ik nog? En zo de pen zo. Dan zijn we stand voor quiz. Pop. Maar dan betaal je niet zulke hele goede vragen, hè? Nee. Hij had zo twee echte vragen. Wij hadden één van die goed en zij. Wij verdienen een punt en zij verdienen een punt. En de eerste zei ze, wie is... Stintje. Wie is jullie... En dan naar die Boeddha te kijken. Ja, ik denk dat... Hey, die lijkt op mij. Kijk, die Boeddha is heel dik. Zo, die Boeddha daar. En Jack, die is ook heel dik. En hij denkt, hey, daar is mijn tweelingbroer. Ja, want bij de eerste vraag, om dan te komen. Zeg gewoon, wie is jullie lievelings-YouTuber? Ja, en dat is geen vraag. Ja, ze vraagt daar gewoon om je mening. Maar ja. Dat is geen... Je kan daar geen goed of slecht antwoord op geven. Ja, dus deze dat kan. Maar ze moet dan nog een challenge doen van de kijkers. Nou goed. Yay! En haar blote komt over de straat rennen. Nee. Laat die wat challenge heel geinig zijn. Dat vind je onderbroek en dan vragen. Mag niet op kamer staan, helemaal niks. En ik vind ook. Dat je goed filmt. Je zet de camera eens op een goede plek neer. Waardoor je hele leuke shots kan maken. Dus er schat. Teacher Jackie, laat in de reacties achter of je van aardappel, wortel en water houdt. En vlees. Oh, dat was toch... Wat was dat voor vlees? Tartaartje. Oh ja, tartaartje. Laat in de reacties achter als je van wortel houdt, aardappelpuree, dus zo'n vulkaantje, zo'n heel leuk vulkaantje, van water en van een tartaartje. Ja, want dat eten wij namelijk elke dag.
niet. Aardappelpuree eten we wel vaak, maar dat is toch gezond. Ja, dat is lekker. En redelijk gezond, ja. Ik wil zo graag weer een keer met Thomas een video maken. Thomas komt dinsdagmorgen logeren. Of nee, ik dacht nee. Nu zijn we 10 minuten en een half seconde bezig. Oh nee, 10 minuten en 31 seconden, sorry. Thomas komt morgen logeren, hè? Echt? Ja, dan is hij daar op je verjaardag. Ja, dat is zo leuk! Oké, morgen ga ik sowieso 3 video's maken, denk ik. Maar ik ga vragen of Thomas ook zijn telefoon mee kan nemen, want dan kan hij ook zelf filmen. Ja. Ga ik zelf filmen? Omdat ik niet op mijn eigen telefoon capture had. Misschien kan ik nog een account beginnen. En trouwens, kijkers, je moet maximaal ouder dan 13 jaar zijn. Nou, als je bijvoorbeeld 7 bent, zoals ik, en ik word donderdag 8. Yay, 5 oktober! Wat een mooie leeftijd. Oké, maar boeien. Oké, maar. Capture moet je dus 12 zijn. Nee, maximaal meer ouder dan 13, maar als je 7 bent, net zoals ik. En minimaal 13 jaar oud. Praat niet door me heen aan de schaft. Aan de schaap. Dus bijvoorbeeld, je bent net zo oud als mij. Ik ben 7 en ik ben donderdag 8. Jee, wat een mooie leeftijd, 5 oktober. Dan word ik 8, dus donderdag, dat is overmorgen. En zeg je donderdag overmorgen, dan moet ik. Maar dan moet je. Dus dan moet je gewoon ongeveer 18 invullen en dan kan je ongeveer een YouTube-kanaal beginnen. Oh. Ik moet nog heb je dat gedaan? 7, 4. Moet ik nog 11 jaar wachten, maar boeit me niet. Nou, ongeveer nog 10 jaar. Nou, eet maar even door, doe. Voor die ziek word. Oké, mensen. Ben er weer. Wacht, ik moet zo even niet horen. Oké, mensen. Ik denk dat ik nu niet meer kan rennen. Maar ik ga het toch nog 3 keer doen. 3. Oh, sorry. Ik wou even de 3 opsteken, maar ik doe heel vaak dit. Oké, zo. Dat ga ik wel even uitknippen. Oké, hoe moet ik de telefoon? Ik kan nog wel even verder met de video. Maar sorry dat ik dit deed. Dat ga ik verder nooit meer doen in mijn video. Ja, laat maar snel beginnen. Maar mijn buik is zo vol, jongen. Oké, maar ik ga nog wel even Spanje. Ik denk nog 3 keer. Ja, oké, 3. Oké, mensen, ik ga 3 seconden gaan rennen. 3, 2, 1, go. Maar gewoon achteruit kom. Oh, alweer. Ah. Oh, maar ik. Oké, ik ga het gewoon doen. Ik ga zo, je weet toch wel zo'n salto. Of misschien de handstand, maar dat kan ik niet. Maar ik ga het gewoon proberen. Oké. Ik ga 3 seconden rennen. 3, 2, 1. Oké, dat deed ik echt helemaal nergens op. Kijk, kunnen jullie mij nu zien? Mijn hoofd? Nee, volgens mij niet. Nee, toch? Oké, maar ik denk dat dit het einde van de video was. Ik ga nog wel 1 wat voor het eind doen. Nog 1 spannen. Oké. In 3, 2, 1 en nu. Ik heb wel een paar seconden nodig om daar in te rennen, dus ga ik. We gaan 3 seconden. 3, 2, 1. Ik weet niet wat ik daar deed. Weet je wat ik deed? Ik deed gewoon zo. En toen maakte ik een koprol. Maar ja. Ik denk dit het einde van de video's. Like, abonneer, later en val niet zoals ik net deed op de trap. En geef voorbeeld, dit moet je echt vooral niet nadoen.
Oké, mag wel, maar het doet eigenlijk helemaal geen pijn. Maar ik deed juist... Oké, boeien. Ik viel. En ja, het leed je een beetje als ik viel over een hek. Maar like, abonneer, later! Doei, like, abonneer, later.